Het regent soms in Saint-Tropez. Een roos heeft vaak geen geur. Zelfs Rembrandt valt niet altijd mee. Mendelssohn wordt snel een sleur. Haydn is soms een cliché en Brahms een open deur. Is Schumann steeds geweldig? Nee, maar Mozart stelt je nooit teleur. Mozart stelt je nooit teleur. Wijn, zo. En nu een bordje soep. Met iemand anders sympathiseert. Moet ik toch iets zinnigs zeggen? Ik heb steeds geen zaal op mijn hand gehad. Jij gaat even bellen? Ik ben een advocaat. Leuke man. En zijn vrouw is vermogensconsultant. En ons kind heeft ruzie gehad met een ander jongetje. Ja, hij is heel onredelijk geslagen met een stok. Met een bamboestok. En die ouders hebben ons uitgenodigd om langs te komen om daar eens even over te praten. Maar wij reageren daar in eerste instantie op. Ik denk dat Veronique, dat is mijn vrouw, die heeft daar iets meer het voortouw in. Maar wij willen in eerste instantie willen we dat die jongens dat die het weer goed maken. Nou, dat wordt een heel ingewikkeld gesprek. Ja, die zitten heel erg in die kant van de bank. Ja. Ja, dus... Nee, dat is niet leuk. Alles keert zich, iedereen keert zich wel een keer tegen elkaar of is met elkaar. Dus de huwelijken komen ook wel enigszins op scherp te staan. Zo. Ja, op een gegeven moment gaat het niet meer alleen over de kinderen. Of gaat het eigenlijk ook over mensen zelf, hun eigen verhoudingen met elkaar. Maar dat herkent denk ik iedereen, want dat is het moeilijkste wat er is. Problematische situaties met elkaar uitzoeken. Ja, op de hand ging of niet, maar ja, het heeft hem verlengd. Hallo, Annette. Het is een soort alien, een soort gremlins is het. Ja. Eigenlijk. Er komt dan een spatje water op en dan veranderen. Ja, het gaat mijn masker af. Ja, dat is wel echt zo. Ja, het is een gremlins eigenlijk. Ja, ja. Zo had het eigenlijk moeten heten. Gremlins in het theater. En met één spatje water, dat heb je wel gelijk in. Ja, want de titel God van de Slachting is niet echt... Want er is best wel... Het is ook heel... Het is tragisch, maar het is ook zeker heel geestig. Onze zoon had groot gelijk om die van jullie af te rouwen. En die mensenrechten van jou, daar veeg ik echt mijn reet van. Ja, ze willen gewoon allemaal ook gelijk krijgen. Ze vinden gewoon allemaal dat ze gelijk hebben. Op een gegeven moment komt het over een bepaald punt heen. Dan gaan ze gewoon voor dat standpunt vechten. Er is niemand die zegt, oké, nou prima, weet je wat? Nee, ja. Ze moeten allemaal... Dat is ook wel iets van deze generatie, vind ik. Gewoon altijd je gelijk kunnen krijgen en je zin kunnen krijgen. Dat is heel goed aan het stuk, dat het wel heel erg gaat over, vind ik, de generatie waar wij zelf absoluut ook een beetje in zitten. Toch een soort verwende generatie, vind ik. Die zijn een beetje opgevoed met de sky is the limit en geluk is maakbaar. We hadden van de week een try-out en er zat een man en die kwam naar die tijd naar me toe. Hij zei, ik herken zoveel in jouw personage, zegt hij. Ik ken zoveel. Ik heb ook 24 uur per dag mijn BlackBerry aanstaan. Hij zegt, ik ga er ook mee stoppen ook. Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Dat, toch een beetje wereld. Dus eigenlijk. Eigenlijk. Oh god. Zou ik zeggen, ja, als je leven te druk, kom dan naar dit stuk. Ja.
Ja, ik vind het een heel goed stuk. Echt waar, ik vind het een heel goed stuk voor mensen die niet veel naar toneel gaan. Het is heel toegankelijk en het gaat echt over nu. Ja. En het is echt zoiets waarvan je denkt, nou, dan sta je niet verward in de pauze van, oh god, nee, ik sta maar naar kunst zitten te kijken. Oh, ja. Het gaat over de generatie van nu. En dat is wel bijzonder, vind ik. Ja, vind want dat ik ook. Is met toneel niet. Ja. Ik denk dat je vrij snel aansluiting vindt als je hier naar kijkt. Daarom vinden mensen natuurlijk televisie en film heel fijn, omdat je veel sneller zo weer ingezogen wordt. Maar ik denk dat je hier ook wel een aardige inzuigkans hebt. Ja. De zogenaamde inzuigkans. De inzuigkans. Wij schatten wij vrij hoog in. Nee, is denk ik, vind een mooie afsluiting. De inzuigkans. Dus zuig je in. Volgens mij moet ik een cultuurprogramma beginnen. De inzuiger. Ja.